Geen zware rookontwikkeling meer nabij Wolframstraat en omgeving. Leden van het Korps Brandweer Suriname werken met man en macht om de zware rookontwikkeling als gevolg van een bosbrand in de omgeving van de Wolframstraat onder controle te krijgen. Waar de gemeenschap de vorige week nog last had van de geur en de rook, kan gezegd worden dat de situatie er nu beter uitziet. Volgens de officier van dienst, Sharif Souban, is er geen sprake meer van een zware rookontwikkeling. De manschappen van de brandweer hopen morgen de werkzaamheden in dat gebied af te ronden. Wat momenteel gebeurt is dat de manschappen van de brandweer bezig zijn de brandresten af te koelen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.